Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Niet zo lang geleden had ik een video gemaakt waarin ik voor een week lang alleen maar H&M items ging dragen. Vandaag heb ik weer zo'n soort video voor jullie, alleen ga ik dit keer alleen maar items van Monki dragen. Ik heb al heel wat items van Monki in mijn kast hangen. Ik ben best wel een grote fan van dat merk. Ik vind de kwaliteit heel fijn. De items vind ik tof. Dus ik ben benieuwd wat voor outfit combinaties ik deze week ga dragen. Dus mocht je benieuwd zijn naar de outfits, kijk dan vooral verder. Maar doe eerst dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we maar snel met de week beginnen. Wanneer ik deze video film, is het niet echt een hele fijne periode. Ik wilde eigenlijk niet al te veel in mijn video's erover hebben. Maar we zitten in quarantaine. We mogen de deur niet uit. Ja, dat is natuurlijk heel erg naar. Maar ik wil wel eigenlijk zo goed mogelijk eruit zien. Want ik vind het heerlijk om in mijn joggingbroek door het leven te gaan. Maar voor deze week ga ik sowieso elke dag een beetje mijn best doen om er oké uit te zien. En dat ik lekker productief de dag kan beginnen. De outfit die ik vandaag aan heb is een jurk. Het is eigenlijk een T-shirt dress en dit heb ik gecombineerd met een riem en een panty omdat het toch nog wel een beetje frisjes is in huis. Ook al ga ik niet de deur uit, ik wil toch nog wel even wat warmere benen hebben. Dus dit is mijn outfit voor de maandag. Het is misschien ook wel gelijk leuk om te vertellen wat er vandaag bij mij op de planning staat. School. Mijn studie gaat gewoon lekker door. Dus ik heb thuisstudie, ik moet gewoon van alles en nog wat thuis doen. Ik heb deadlines staan. Dus projecten die ik moet afronden. Ik ga straks met een aantal klasgenoten skypen om bepaalde leerstof door te nemen. Wat ik super fijn vind. Dit is de outfit die ik vandaag aan ga doen. We hebben hier een blouse. Dit is een lange mouw blouse. Deze heb ik trouwens in een maat S. Dan hebben we hier oorbellen liggen. Ik heb deze om eerlijk te zijn nog niet ingehad. Ik vind ze wel heel erg leuk. Ze zijn een beetje aan de grote kant. Dus ik ben benieuwd hoe dit zal staan. Misschien staat het wel heel erg leuk. En dan hebben we een broek. En dit is oprecht een van mijn favoriete broeken. Dit is een mom jeans. Dus dit ga ik maar even aandoen. Tot mijn verbazing vind ik deze combi heel erg leuk. Het is dat ik even aan de grote oorbellen moet wennen. Maar ik vind het niet verkeerd. Kijk, voor een thuisblijf outfit is dit misschien een beetje too much. Dus hoogstwaarschijnlijk dat ik in de loop van de dag mijn oorbellen uit ga doen. Maar ik ben wel tevreden met dit lookje. Ik heb er bewust voor gekozen om mijn blouse niet helemaal naar boven dicht te knopen, maar een beetje zo laat hangen. Ik vind dat wel wat, sexier wil ik ook niet zeggen, want ik wil niet sexy gekleed zijn. Maar ik vind het wel wat hebben als het wat lager zit. En dan met mijn jeans. Normaal gesproken zou ik misschien dit met een skinny jeans dragen, omdat dit wat wijder is en mijn broek is natuurlijk wel aan de wijde kant, maar ik vind het niet verkeerd. Ik vind het prima, het zit comfortabel, helemaal een top outfit voor vandaag. Om eerlijk te zijn heb ik maar wat uit de kast gehaald. Het zijn allemaal basic items, dus het zal wel goed zijn. We hebben hier een mom jeans en dit ga ik combineren met deze trui. De mom jeans heb ik al een tijdje en ik draag deze best wel regelmatig. Alleen de trui is nieuw. Hij is best wel dik. Dus ik ben benieuwd of ik het niet te warm ga krijgen vandaag. En anders moet ik eventjes iets anders aandoen. Zoals gewoon een simpel t-shirtje. Maar ik dacht misschien staat dit wel leuk. En dan in combinatie met een pet. Wat ik ook zo leuk vind aan deze trui is dat hij een colletje heeft. Dit is echt ideaal voor de winter. Maar op dit moment is het best wel warm binnen. En oké, weer buiten. Want het is best wel zonnig zoals je kan zien. Maar ja, als ik het echt te warm heb, dan doe ik wel wat anders aan. Ik heb mijn outfit aan. Ik vind het alleen jammer dat mijn pet niet met mijn trui matcht. Ik weet niet of je het op de achtergrond hoort, maar mijn wasmachine staat aan. Sorry voor dat geluid. Maar ik vind het zeg maar geen nare outfit. Maar ik had stiekem gehoopt dat het meer zou matchen. Voor de rest prima. Ik heb mijn slofjes aan, want ik blijf vandaag natuurlijk de hele dag thuis. Misschien dat deze outfit leuker zou staan met een skinny jeans. Maar
omdat het een mom jeans is, is het best wel baggy, baggy op baggy. Ja, daar ben ik zelf niet echt een hele grote fan van. Maar het is een prima outfit. En ik vind de trui echt mega comfortabel zitten. Hij is wel een klein beetje aan de warme kant vanwege het colletje. Maar ik heb het colletje ook even omgeslagen. Want als ik hem gewoon... Even kijken. Zo doe, dan zak ik er echt in weg. En... Deze outfitcombinatie heb ik nog nooit eerder aangehad. Het zijn wel items die ik vaak draag. We hebben hier een blouse en daaronder ga ik deze bralette aandoen. Ik heb geen idee of je hem eronder gaat zien, maar ik zag hem in mijn kast liggen. Toen dacht ik, oh ja, deze is ook best wel leuk. En hieronder trek ik dan deze broek aan. Ik ben toch wel heel erg blij met mijn uiteindelijke outfitkeuze. Zoals je kan zien, zie je niet mijn bralette. Dat komt omdat die niet heel erg... mooi overkwam als ik mijn blouseje meer wat naar beneden deed. Je zag hem gewoon helemaal niet. Je zag bloot en niet een mooi stukje bralette. Dus ik heb het gewoon zo gelaten. Ik heb ook nog een haarspeld ingedaan die ook van Monki is. Ik heb hem nog nooit ingehad, maar ik vind hem wel echt heel erg mooi. Dus dat. En dan is dit de uiteindelijke outfit. Als ik naar buiten zou gaan, zou ik denk hakjes hieronder dragen of sneakers. Denk eerder Chelsea boots. Vandaag dragen we in plaats van schoenen deze leuke sloffen. Ik heb hier ook nog een paar schoenen die van Monki zijn. Die ik ook super leuk vind. Dus mocht ik naar buiten gaan om even een wandeling te maken of zo. Dan kan ik deze aandoen. Ik ben aan het twijfelen wat ik nou leuker vind. Ik had net de onderkant van mijn blouseje geknoopt. En nu heb ik het in mijn broek gestopt. Misschien vind ik dit wel leuker. Ik weet het niet. Het kan... op beide manieren. Ik denk dat ik het voor nu eventjes zo laat. De laatste tijd ben ik zo verslaafd aan koffie. Ik wil elke dag al minimaal één kopje koffie. Alleen ik ga er dan echt snel doorheen. Ik gebruik de cups van Dolce Gusto. Want ik heb een Dolce Gusto apparaat. Maar ik moet binnenkort echt nieuwe gaan halen. Want ik heb denk nog maar voor een week koffie. Of nog niet eens. Ik ben zo ontzettend blij dat de zon schijnt. De laatste tijd schijnt de zon echt best wel vaak. Dat brengt me gewoon in een hele vrolijke bui. Dus ja, I'm happy about the sun. Maar oké, we gaan vandaag een outfit uitkiezen. Dit is mijn kledingkast, mocht je dat niet weten. Zo. Ik denk dat ik vandaag voor deze simpele outfit ga. Ik heb dit vest. Dit kan je als vest, maar ook als truitje gebruiken. Maar ik denk dat ik hem gewoon dicht laat. En misschien een hemdje eronder doe. Even kijken hoe laag uitgesneden dit is. En dat ga ik weer combineren met dit haarspeldje. Ik vind deze echt super leuk. En dan hebben we een broek. Dit is een flared broek. En eigenlijk is deze broek het mooist als ik iets van hakken onderaan draag. Dus ik ga straks wel even een paar hakken aandoen. Om de volledige look te laten zien. Maar ik ga natuurlijk niet in huis hakken dragen. Maar hij zit wel comfortabel als in dat hij heel erg stretchy is. Dit is mijn outfit. Ja, lekker comfy. Dat is het enige wat ik erover te zeggen heb. Ik vind het wel leuk als dit vest zo dicht blijft in plaats van open. Ik vind het dan iets minder leuk. Ik heb het ook nog even gecombineerd met een kettingje. Omdat ik het zo bloot vond hier. En natuurlijk... heb ik mijn haarspeld ook in. En dit is de broek. En hij valt gewoon wat mooier als ik een hak onderaan heb. Anders valt de flared een beetje gekkig. Maar op zich kan het ook wel zonder een hak. Want niemand die me toch ziet. Ja, jullie nu. Maar als ik naar buiten zou gaan, dan zou ik zo'n hakje onderaan doen. Dat is ook niet echt een grote hak. Ik kan ook niet echt op hakken lopen. Maar dit is wel een hele leuke outfit. Zoals je kan zien heb ik hier een all black outfit. Omdat het zwartkleurig is, is het heel lastig om de items zo plat te showen.
Maar dit is een top met een V-hals. Hij is best wel laag uitgesneden. Misschien dat ik er een bralet onderaan ga doen of een topje. Even kijken wat mooi staat. En dan hebben we een rok. Ja, dit is de eerste keer dat ik hier in deze video een rok draag. Maar ik heb eigenlijk geen idee of dit leuk zal staan. Misschien wel, misschien niet. We zullen het zien. Ik moet even aan deze outfit wennen. Maar ik denk dat ik hem wel leuk vind. Ik heb mijn haar ook even naar achteren gedaan in een knotje. Want ik vond dat wel toepasselijk bij deze outfit. Het is een soort van ballerina look. Zo'n gevoel krijg ik erbij. Hij is eigenlijk ietsjes te groot voor mij. Ik heb hieronder een bralet gedaan. Want stel, dit zou een beetje afzakken, dan zie je mijn bralet en niet mijn huidskleurige BH of een foute BH. Dus ik denk dat dit wel prima is. Ik heb het gecombineerd met mijn standaard oorbellen die ik bijna elke dag aan heb. Zeg maar als ik niet zo'n challenge uitvoer. En een ketting. En de rok is ook aardig lang. Maar dat maakt me eigenlijk niet uit. Ik denk dat ik de rok iets leuker had gevonden als hij iets korter was. Maar misschien kan ik hem al een soort van korter maken. Zoiets of zo. Oh! Oké, nee. Het valt. Dit zal de outfit voor vandaag worden. Ik heb hier een zwarte jumpsuit. En eigenlijk zit hier een bepaalde riem bij. Ik weet even niet waar die is. Dus ik moet hem even gaan zoeken. En anders doe ik een andere riem om. En ik denk dat het misschien wel leuk is om er nog een shirtje onderaan te doen. Normaal gesproken doe ik dat niet. Maar misschien staat het leuk. Misschien ook niet. Het is ook een kwestie van experimenteren wat wel en niet bij elkaar past. Ik heb mijn laatste outfit van deze week aan. Ik ben een klein beetje in dubio. Aan de ene kant vind ik deze outfit leuk. Hoe langer ik in de spiegel kijk, hoe leuker ik het vind. Maar aan de andere kant weet ik het niet zo goed met die mouwen eronder. Het kan wel. Ik vind het niet lelijk. Maar het is iets wat ik minder snel zou dragen. Misschien is het gewoon puur gewenning. Weet je, dat ik iets wel of niet gewend ben. Ik heb ervoor gekozen om een andere riem te gebruiken. In plaats van de riem die erbij hoorde. Dat was gewoon een zwart lint. Die zie je ook niet heel erg als je hem aan hebt. Maar op zich denk ik dat dit wel een prima outfit is. Je kan deze knoopjes, hier heb je ook nog knoopjes zitten namelijk. Kan je ook nog dicht doen. En dan zal hij tot zover dicht zijn. Maar ik denk dat ik hem open dan nog wel wat leuker vind. En dan zie je iets meer van het shirt, anders is het alleen zeg maar dit stukje hier en mijn armen. Ja, nou, ik vind het helemaal prima. Ik kan me nog heel goed herinneren, volgens mij was het nog vorig jaar, maar ik heb een tijd gehad dat ik obsessief was met jumpsuits. Dat ik alleen maar jumpsuits aan had, voornamelijk in de zomer, want ik vind dat heel erg makkelijk. Je hebt gelijk al een complete outfit als je het niet met andere dingen per se wilt combineren. Ja, ik denk dat ik mijn liefde voor jumpsuits weer aan het herontdekken ben. En dat ik het vaker wil gaan dragen. Sowieso is het heel leuk te combineren met andere basics. Met zo'n grove riem of een shirtje eronder. Laat vooral hieronder in de reacties achter welke outfit uit deze video jij het leukst vond. Welke je het snelst zou dragen. Ik heb niet per se één favoriet. Ik vind alle outfits wel leuker dan verwacht. Het was voor mij ook een experiment. Ik had al deze items al in mijn kast hangen. Maar ik wilde gewoon heel graag kijken wat voor soort outfits ik ermee kon creëren. Want normaal gesproken pak ik een shirt bij wijze van spreken van Monki. En een broek van een ander merk. Of een vest van een ander merk. En dan creëer ik mijn complete outfit. Dus ik vond het wel een uitdaging om voor een hele week lang alleen maar outfits te creëren van één merk. Mocht jij dit vaker willen zien, laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. En ook van welk merk. Ik heb nog Lovies in de aanbieding. Daar heb ik heel veel items van. Naked, Chiquelle
En als je een ander leuk merk weet, laat het me gewoon weten. Wie weet, ga ik daar binnenkort shoppen. You never know. Dus, vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!